Vakkundige schuttingen geplaatst. Sommigen krijgen bewegingsruimte, anderen kunnen amper ademhalen. 'S Nachts Froren eist wat je hoort, maar dan hoor je ook in het tweede deel hoe hij zo mooi voor onze stad is geweest. Warm, als echt een burgervader. Er zijn voor je familie. Dat is ook hoe Vivaldi het tweede deel heeft geschreven. En dan het derde deel, het plezier op het ijs. Ik ben de burgemeester even meenemen naar boven. Ik ga even aan mijn beveiliging mensen vragen om met je mee te lopen. Kan je even meelopen naar de burgemeester, dank u wel. Ja, het zijn mijn boys, maar ze letten ook een beetje op Ahmed vandaag. Nou mensen, heeft u een mooie dag gehad vandaag? Laten we beginnen te vragen aan het publiek. Heeft u een beetje een mooie dag gehad vandaag met z'n allen? Ja, hè? Ja, het is heel moeilijk, want ik moet eigenlijk, mag ik je niet toetwaaieren, want u bent officieel hier, maar ja, we kennen elkaar al zo lang, het is... Wat heb je liever, je of u? Je. Je? Ja. Ja? Oké, dan ga ik je gewoon toetailleren. Ja, dat is goed. Ja, mijn moeder krijgt een toeval, maar het moet maar even. Ja. Ja, die vond dat, hoe kan je geen pak dragen? Je gaat naar de burgemeester. Ik zeg, mama, dit is Rotterdams guerrilla groen. Dat is zo goed. Ik kan nu hooguit mensen aansporen en zaken belichten. En dat deed je met alles wat je had in een notendop. Je kent de kracht van taal en weet hoe ermee te dichten.
Wie sprak eerder zo beheerste woorden? Rot toch op. Die jongen uit Beni Sidel, die wist nog niets van macht. Maar hij had wat nodig was. Geloof en daadkracht. Een hele goede middag. Jongens, doe mij een plezier en zet die kruk van de burgemeester op het droge gedeelte, alsjeblieft. Oké. My version. Sweet Caroline. Zijn we er klaar voor? Mooi. When we begin, I can begin to know. I only know. Is growing strong, growing stronger, yes, growing stronger, roll it up, growing stronger, put it back, amazing, growing stronger, why'd you hold it? Sweet Caroline, oh, your time never seems so good. Iedereen vragen om even de volledige aandacht te geven aan de man die de beste burgemeester van de wereld is en langer dan 15 jaar onze burgemeester heeft mogen zijn en wij zijn burgerkinderen, Ahmed Abu Taleb. Het is jullie middag en ook mijn middag, want ik heb nog een week of 5 te gaan als burgemeester van Rotterdam en ik wil graag op gezette momenten nog van verschillende groepen mensen afscheid nemen. Want ik neem wel afscheid als burgemeester vanaf 1 oktober. Als Rotterdammer blijf ik, want dat heeft u wel van mij gemaakt. Dat is wel het belangrijkst. En het is ons voornemen ook om in Rotterdam te blijven wonen. De stad inderdaad van Feyenoord, van Sparta, van Excelsior. Het komt goed. Maar dat is ook de stad van Jules Dilder. Die we hebben helaas begraven de afgelopen jaren. En typerend voor de stad zei hij: Rotterdam is geen illusie. Door de camera gewekt. Rotterdam is niet te filmen. Rotterdam is veel te mooi. Heb er iets moois van? En ik zal onderdeel zijn van de gemeenschap. Want ik ben erbij en ik wil gewoon straks vanaf 1 oktober Rotterdams burger van een trotse stad. Dank u wel.